Dames en heren, hartelijk welkom bij de 6e editie van de Roundtable Talk. Vandaag zonder publiek helaas, vanwege de nieuwe coronamaatregelen. We zitten hier in een hele lege zaal, maar er zijn veel kijkers thuis. Dus alle kijkers van harte welkom. De bijeenkomst vandaag die heet Vrouwen aan Zet en die gaat over verzet van vrouwen tegen slavernij en koloniale onderdrukking. En toevallig of niet, misschien niet helemaal toevallig, hebben we ook alleen maar vrouwen aan tafel. Lara Nuberg is onze moderator vanavond. Asfa Bijnaar gaat straks een inleiding geven. Daarna gaat Lara in gesprek met Asfa Bijnaar en met Devika Partikman. Zij zal ze ook straks nader nog introduceren. We hebben een performance van Rosina Salihu. En Suzette Huwai maakt een live tekening. Het wordt een bijzondere bijeenkomst. En ik geef het woord nu graag over aan Lara. Het is tijd voor een total recall van het systeem. Spannend, eerst rond de tafelgesprek. Maatschappelijke groeperingen die inzetten op verzet. Iedereen krijgt dus eigenlijk ware vragen. Mensen laten nadenken over het systeem als zodanig. What does resistance mean to you? It's also mental resistance. It just kind of blew up internationally. We still have so many stories to share. Yes? Goedenavond allemaal. Ik zie geen camera naar mij gericht. Dat is heel gek. Dus ik weet niet of het nu klopt. Maar we gaan gewoon... Ja, hey, goedenavond allemaal. Welkom alweer bij de 6e editie van de Roundtable Talk, waarin we met verschillende wetenschappers, schrijvers, kunstenaars en vele andere onderwerpen belichten die onze blik verruimen op verzet. Ik ben Lara Nuberg. Ik ben jullie moderator voor vanavond. En ik zit hier live in het Verzetmuseum in Amsterdam. Helaas zonder publiek vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Maar wel met hele bijzondere gasten hier aan tafel en hier aanwezig. Het Verzetmuseum organiseert de Roundtable Talks als onderdeel waarin het museum eigenlijk op zoek gaat naar bredere manieren waarop we naar verzet kunnen kijken. Van oudsher gaat het Verzetmuseum voornamelijk over verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar vanavond ook gaan we het hebben over andere vormen van verzet. In dit geval over vrouwen die in verzet kwamen tegen koloniale onderdrukking en slavernij. Nou, dat doe ik niet alleen. Bij mij aan tafel zitten Asfa Bijnaar en Devika Partiman. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Asfa, jij bent onderzoeker. Nou moet ik even mijn papiertje erbij halen om het helemaal goed te zeggen. Onafhankelijk onderzoeker, schrijver en directeur van Stichting Musea Bekende Kleur en van Educatiestudio. En Musea Bekende Kleur, dat is een stichting met ruim 31 musea die daarbij aangesloten zijn, die in actie komen voor verduurzaming van diversiteit en inclusie in de Nederlandse erfgoedsector. En Devika Partiman, jij bent oprichter van Stem op een Vrouw. Een stichting die zich inzet voor representatie en emancipatie van vrouwen in de politiek. Je bent sociaal ondernemer en activist. Oftewel helemaal duidelijk waarom jij hier aanwezig bent vanavond. Ik heb heel veel zin in ons gesprek. Want ja, we gaan het hebben over vrouwen. Vrouwen die verzet hebben gepleegd tegen koloniale onderdrukking en de erfenis daarvan. Vrouwen die hebben bijgedragen aan de zwarte emancipatie in Nederland en binnen het Nederlands Koninkrijk. Samen vormen deze vrouwen een lange traditie van verzet door en voor zwarte mensen en mensen van kleur. Ze zijn van grote betekenis geweest. En toch zijn hun namen niet altijd in onze geschiedenisboeken terechtgekomen. Hoe komt dat? Waar ligt dat aan? En wat betekent dat voor hoe we vandaag de dag in een Nederlandse samenleving naar elkaar kijken? Daarover gaan we het hebben. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie thuis ook. Jullie kunnen reageren via de chat. En na afloop van het programma of tegen het einde van het programma zullen we dan terugkomen op de vragen die daar gesteld zijn. Verder is er ook vandaag kunst. Altijd belangrijk. Een beetje verlichting en het aanwakkeren van de creativiteit binnen in de geest. Rosina Salihu die zal een hele mooie performance geven. Een poetry performance. En we hebben een scriber in huis. Namelijk Suzette Huwai. Ik had nog nooit van het woord scriber gehoord. Nee. Maar ben jij in beeld nu? Ik hoop het. Want ik ben heel benieuwd. Wat ga je doen? Ik ga een beeld nu zetten van de sprekers en de thema's. En ja, probeer dat gewoon te visualiseren. Ja, dus je bent een tekening aan het maken. Ja. Yes.
Nou, er is wel wat voorwerk gedaan, zie ik. We komen zo bij je terug. Ja. Succes. Oké, dankjewel. Ja, Aspa, we beginnen met een lezing van jou. Mm-hmm, klopt. Ben je daar klaar voor? Zou wel moeten. Mag ik je dan uitnodigen om daar plaats te gaan nemen? En dan gaan we zo meteen praten over wat je allemaal aan ons hebt geleerd. Ik hoor wel als ik mag beginnen. Ja, oké. Ja. Ik wil jullie vandaag kennis laten maken met een paar vrouwen. Die hebben geleefd in de periode van slavernij. En ik wil jullie vertellen wat hen is overkomen. En ik begin met de vrouwen Flora, Sera en Pacientia. Dat is een babytje, de dochter van Sera. Ze waren het slavenleven ontvlucht in Suriname en hielden zich eigenlijk al een hele tijd schuil in de dichte oerwouden van Suriname. En dat zou niet lang duren, want het koloniaal leger zat achter hen aan en vond die vrouwen uiteindelijk. Ze wilden meteen weten van Flora, met wie ben je hier, waar is je schuilplaats, wie zijn de andere slaafgemaakten, de mannen die ook zijn gevlucht, wat zijn de wapens en wat zijn hun plannen. En elke vraag die aan Flora werd gesteld, deed ze haar vingers op haar lippen, als zeide ik zeg niks. En hoe meer ze doorvraagde, deed ze dit gebaar. Als wilde ze zeggen over my dead body. Tegen zoveel weerbarstigheid waren deze soldaten niet bestand. Dus schoten ze haar meteen dood, sneden haar hoofd af en doorboorden haar lichaam met pijlen. En dat deden ze ook met Seri, de vriendin waar deze was. En dat alles waar de baby bij was. Dus denk je in hoe beangstigend, hoe stressvol dat moet zijn geweest. Hoe het met baby Pacientia is afgelopen, dat weten we niet. Dan wil ik jullie voorstellen aan nog een paar vrouwen, moeder en dochter. Moeder Serafina en dochter Jansi. Ook zij hadden het moeilijk in de periode van slavernij als huisbedienden in het huishouden van mevrouw de Vries. Moe van alle vernederingen, mishandelingen en allerlei onrecht dat hen werd aangedaan, besloten moeder en dochter dat het nu toch de tijd was om mevrouw de Vries uit de weg te ruimen. En daarvoor gingen ze naar een bonumang, een medicijnman, van hoe kunnen we dat doen? En die zei, kom bij me terug als je een stukje haar hebt van mevrouw de Vries en ook als je een stukje hebt van haar zool, haar schoensool, waar wat zweet in is doortrokken van haar. En dan maak ik een medicijn. En dat medicijntje moet je toevoegen aan het avondeten dat je haar voorschotelt, dat je voor haar bereidt. Zo gezegd, zo gedaan. Maar het duurde moeder en dochter toch te lang voordat mevrouw de Vries echt ziek werd en laat staan dood. Dus bedachten ze een ander plan. Het was een ochtend vroeg toen de dochter bij de waterput stond op het erf, een hele grote waterput, en ze stond voorovergebogen en ze lokte mevrouw de Vries met een smoesje naar de put om toch maar eens te kijken wat voor eigenaardigs er te zien was. Terwijl mevrouw de Vries ook vooroverbogen om goed in de put te kijken, dook de dochter naar de voeten van mevrouw de Vries om haar, woeps, gauw de put in te duwen. Maar dat lukte niet, dus zette mevrouw de Vries het op een giller. Haar zoon kwam aangesneld en ook andere twee slaafgemaakte mannen kwamen mevrouw de Vries te hulp. En al die tijd had moeder op de veranda op de uitkijk gestaan om te zien of het plan zou lukken. Het was mislukt. Dus de dochter vluchtte, moeder vluchtte, omdat ze wisten dat wat hen nu te wachten zou staan niet gemakkelijk was. Ze zijn uiteindelijk opgepakt en allebei ter dood veroordeeld. Moeder en dochter. Dan hebben we nog Melanie. Ook een tragische vrouw met een gewelddadige geschiedenis. Ook zij was moe van de vernederingen die zij steeds onderging in het huishouden van mevrouw van het Kruis. Melanie was als jong meisje in het huishouden van mevrouw van het Kruis terechtgekomen. En meteen als slaafgemaakte moest zij het hele huishouden bestieren. Moest zij de kinderen, 7 kinderen van mevrouw van het Kruis verzorgen
En ook nog eens naar buiten elke dag om goederen voor die mevrouw op de markt te verkopen. En met het geld thuiskomen. Er was veel slaag, er was veel vernedering, er was veel tirannie in het huis rondom Melanie. Melanie raakt zwanger. En daar kun je alle vragen bij voorstellen over hoe het komt dat zo'n jonge vrouw in een huishouden van slavernij, van de slavenhouders, wordt zwanger raakt. Heeft de zoon een rol gespeeld? Heeft de echtgenoot van mevrouw van het Kruis een rol gespeeld? We weten het niet, maar ze krijgt een baby. Mevrouw van het Kruis verbiedt haar om voor de baby te zorgen. En wordt de baby een dag ziek. Dan wil Melanie niet naar de straat om goederen te verkopen, want ze wil voor haar babytje zorgen. Maar dat wordt haar verboden door mevrouw van het Kruis, dus Melanie moet de straat op. Als ze die avond terugkomt, is haar babytje dood. Ligt in bed en die is duidelijk vermoord. Melanie zet het op een gillen. Mevrouw van het Kruis komt eraan en stopt een prop in haar mond, een zakdoek in haar mond, zodat ze kan stoppen met gillen. Maar in shock ontvlucht Melanie het huis met het doel om nooit meer terug te komen. Dus zij loopt langs de Surinamerivier en hooggelegen dorpjes komt ze aan in het district Para. En na lang lopen, dagen lopen, komt ze een verlieslatende plantage tegen, Loefbeek. Die was al lang niet meer bemand door slavenhouders, want het leverde geen geld meer op. En het werd bemand door een paar slaafgemaakten die aan lepra leden. Dus trekt ze daarin. Ze ontmoet een man, die heet Mei. Ze krijgen kinderen, ze gaan samenwonen. En ze heeft een paar gelukkige jaren met Mei en haar kinderen. Maar dan slaat het noodlot toe wanneer een patrouilledienst komt en ontdekt dat zij een gevluchte slavin is. Ze wordt weer opgepakt en weer teruggebracht naar het huis van het Kruis. En wat haar daar is overkomen weten we niet, maar ze zal een pak rammel hebben gehad. Ze heeft het misschien niet overleefd. En als ze het overleefd heeft, dan is toch de vraag, hoe leef je dan verder? Dit is zomaar het relaas van een paar vrouwen uit de periode van slavernij, die op verschillende manieren lieten zien dat ze niet tevreden waren over hun leven op de plantage. En er waren natuurlijk nog meer manieren van verzet van deze vrouwen. Vergiftiging, babymoord, fysiek geweld hanteren, werkweigering, vluchten. Fysiek verzet, dat was voor deze vrouwen moeilijker. Fysiek verzet zoals we dat van de mannen kennen, die opstanden ontketenden en ook echt met de vuist hun slavenmeesters te lijf gingen. Dat was voor vrouwen ingewikkelder, omdat zij natuurlijk ook veel te verliezen hadden. Ze hadden dierbaren, ze hadden kinderen daar op de plantages. En de pakkans voor hen was natuurlijk heel erg groot. Succesvoller was het verzet op wat we noemen de culturele manier. We weten nu dat vrouwen tegen de verdrukking in een nieuwe cultuur organiseerden, creëerden op het gebied van dans, muziek en zang. Op het gebied van mode, kleding, informele economie, dansgezelschappen, begrafenisfondsen en allerlei organisatievormen. Daarin hebben vrouwen een grote rol gespeeld om tegen de verdrukking in zo'n cultuur te creëren waarin men kon overleven. En vandaag de dag zien we al deze culturele verschijnselen als erfgoed, immaterieel erfgoed, als een erfenis. Interessant is de vraag, hoe keek men vroeger nou naar deze vrouwen en naar de daden van deze vrouwen? Ik heb de vrouwen genoemd bij voornaam. We hebben geen achternaam van deze vrouwen. We hebben ook geen leeftijd van deze vrouwen. En we weten verder niks over de persoonlijkheid, over de emoties, over de gedachten, over de opvattingen van deze vrouwen. Maar we weten wel dat deze vrouwen altijd zijn geframed. Hè, dat er altijd een frame op hen is geplaatst die nu de wereld ingaat als een soort slechte beeldvorming. We kennen de vrouw als een sterke zwarte vrouw. Hè? Dat is ook zo'n stereotype. Of als de slettenbak, de Jezebel, ook een stereotype. Of als de mami. Of als heidens. Of als seksueel verleidend, vleeselijk ingesteld. Geen oog voor de karakter, emoties, persoonlijkheid van de vrouw. En je zult in heel veel primaire bronnen over beschrijvingen van zwarte vrouwen uit die tijd altijd dit soort beschrijvingen zien. Um,
Deze bronnen, even kijken, er werd eigenlijk vooral over vrouwen genoteerd in de bronnen als ze iets hadden gedaan dat in de ogen van de slavenhouder niet kon. Ze hadden iets gestolen, ze hadden iets, waren gevlucht. En ook het stelen was zoiets. Ze werden als dief beschouwd omdat ze met hun eigen lichaam waren weggerend, terwijl de slavenhouder vindt dat het lichaam van hem is, want die vrouw is ook van hem. Ook werden ze als slechte moeder neergezet. Er was in die periode weinig te eten. Een zwangere vrouw moet borstvoeding geven, is zelf te zwak ondervoed. Dus kreeg ze vaak het verwijt dat zij niet slecht voor de kinderen zorgen. Maar ook werden deze vrouwen als hoerig bestempeld omdat er seks was met de slavenhouders. Ja, kies je daarvoor of moet je maar? Dus altijd waren er dit soort negatieve interpretaties, negatieve frames over deze vrouwen. Het werd eigenlijk tijd om een ander frame op deze vrouwen. Nee, om vanuit een ander frame naar deze vrouwen te kijken. En daarvoor is het belangrijk om te kijken naar de context waarbinnen deze vrouwen leefden. Ten eerste leefden deze vrouwen in een situatie van voortdurende onderdanigheid, voortdurende vernedering. Er was altijd geweld, fysieke mishandeling, geestelijke mishandeling, gevangenschap en racisme op de loer. Ze moesten altijd machteloos toezien hoe hun dierbaren, zoals vader, moeder, kind, broer of zus, genadeloos werden afgestraft, vernederd, vermoord om zoiets onnozels als het vergrijp van een stukje ei dat ze hadden gestolen. Hoe gedraag je je als vrouw dan een soort van normaal in zo'n situatie? Over dit soort vragen kan je meer lezen in een boek dat ik publiceerde, of tenminste een artikel dat ik publiceerde samen met Karin Leurvink en Catharina Joosten. Het is waarschijnlijk net in beeld. Hoe kan dat? Dus onthoud die titel en zoek het eens op. Maar daar hebben we meer beschreven over de context waarin deze vrouwen zogenaamd moesten opereren. Het is zo'n abnormale situatie dat vandaag de dag, als vrouwen in zo'n context zitten van vernedering en verzet en trauma en gevangenschap, dan zeggen wij, ze zijn getraumatiseerd, ze moeten behandeld worden. En er moet van alles worden gedaan. En dat is ook terecht. Maar dat was toen bij deze vrouwen niet aan de orde. Ze kregen de misdadig frame opgeplakt. En in dit artikel, dat in dit boek is verschenen, hebben wij geprobeerd om deze vrouwen vanuit een menselijk frame te bekijken. En opnieuw hun daden te framen. Wij zeggen daarmee nu dat deze vrouwen, dat wat ze deden, overlevingspogingen waren. Overlevingsstrategieën waren. De daden van de vrouwen die ik net noemde, dat waren allemaal pogingen, manieren om de verschrikkingen van slavernij door te komen. Dus hun daden vermenselijkt en hun ervaringen en reacties geplaatst in een psychologisch perspectief. Tot slot, al deze vrouwen zijn dus in een misdadig frame geplaatst, in een negatief frame. Een frame dat is bedacht door witte koloniale machthebbers. En nu vraag ik mij af, is dat frame iets van toen alleen of hebben wij er nog steeds mee te maken? Dank jullie wel. Dank je wel, Asfa. Kom je weer zitten aan tafel? Fijn. Je sluit af met een vraag en volgens mij kunnen we daar meteen perfect over hebben. Ja. Is dat frame iets van toen of hebben we daar vandaag de dag nog mee te maken? Devika, hoe kijk jij daar tegenaan? Allereerst mooi verhaal, Asfa. Ja, dank je inderdaad. Ook weer heftige verhalen. Dus dank voor het delen. Dat frame van zwarte vrouwen, dat is er zeker nog. Ja, absoluut. En ik denk dat heel veel het lastige is met dit soort dingen. Je kan niet soort van publiekelijk aanwijzen, kijk maar naar dit en dit en dit. Het gaat namelijk vaak om persoonlijke ervaringen die dingen meemaken, die mensen meemaken. En die dus minder hard aan te wijzen zijn. Maar bijvoorbeeld in mijn veld, de politiek, waarin je ziet hoe een zwart Kamerlid, die ook nog vrouw is, zoals Sylvana Simons, constant wordt verteld, je bent zo boos, je bent zo geïrriteerd. Waarom doe je zo? Terwijl er eigenlijk, als je gewoon naar haar kijkt, een soort neutrale gezichtsuitdrukking plaatsvindt en er helemaal niet zoveel aan de hand is.
dat het zijn dit soort subtiele dingen van het constant met een andere bril naar zwarte vrouwen kijken. En dat inderdaad, zoals Asfa net zo mooi uitlegde, dat is een, er zitten heel veel negatieve vooroordelen onder. Ja. Ja. Ben je het daarmee eens? Wil je er nog iets op aanvullen? Nee hoor, ik ben het helemaal eens. Het is net wat jij zegt, Devika. Het is zo subtiel aanwezig hoe zwarte vrouwen bejegend worden vanuit verschillende frames. Ik weet dat er generaties vrouwen zijn vandaag de dag nog die heel erg blij worden als ze horen van anderen: maar je bent toch een sterke zwarte vrouw? Hmm. En dat klinkt dan iets alsof je daar trots op moet zijn. Maar eigenlijk wordt daarmee toch weer een frame geplaatst uit de tijd van: ach, die vrouwen voelen niks. Ze kunnen dit harde leven wel aan. En kijk hoe ver ze komen in het leven. En kijk hoe stevig ze zijn. Het zijn sterke zwarte vrouwen. We hoeven ons niet om hem te bekommeren. Mm. En dat beeld is gewoon nog een heel sterk beeld. Ja. Want de voorbeelden die jij net vertelde van die vrouwen die in slavernij leefden, trouwens weer super heftig inderdaad om te horen. Maar hoe zijn die verhalen doorgegeven? Ja, nou die vrouwen zijn, sorry, die verhalen zijn niet doorgegeven in de mondelinge geschiedenis. Maar Karin Lurfink, die was in de tijd stagiaire bij mij toen ik bij het NINSEE zat. En zij heeft al deze vrouwen gevonden in de archieven. Okay. En daar hebben wij toen uiteindelijk een mooie theatervoorstelling van gemaakt. Nou ja, mooi. Wel een indringende theatervoorstelling van gemaakt, omdat wij wisten dat deze vrouwen eigenlijk nooit goed zichtbaar waren geweest in de geschiedenis. Mm-hmm. Je komt ze niet in de reguliere geschiedenisboeken tegen, dus het was echt graafwerk. En toen waren die verhalen van die vrouwen waren zo indringend, zo aangrijpend, dat we dachten, we moeten er echt iets meer mee doen. Dus de theatervoorstelling, en toen hebben we dat gepubliceerd, internationaal. Dat zijn Rebelse vrouwen, zo hebben die voorstelling. Klopt. Ja. Oh, ja. Er zijn klopt. Foto's van te zien. Zeker, ja. Om die vrouwen toch een gezicht te geven. De geschiedenis verhaalt meer over verzet van mannen. En die zijn eigenlijk behoorlijk heldhaftig aanwezig in de geschiedenis. En over vrouwen veel minder. Maar ze zijn eigenlijk uit het archief opgerakeld en we hebben ze op deze manier hebben wij ze een gezicht gegeven. Ja, en die archieven zijn, want je zei net van vaak werd opgeschreven wat dan slavenhouders, ja, hun perspectief werd eigenlijk opgeschreven. Ja. Wat voor soort archieven zijn dat dan? Ja, dat zijn verschillende. En wat bedoel je eigenlijk met verschillende? Wat voor archieven zijn het? Zijn allemaal archieven die hier in Nederland te vinden zijn? Ja, ik denk bijvoorbeeld zelf aan rechtszaken. Oh ja, sorry. Dat, dus verslagen, ja. Politieverslagen. Ja. En ook natuurlijk verslagen van, hoe noem je het, missie en zendelingen. Die hadden natuurlijk heel veel visie en ook heel veel veroordelingen over wat vrouwen deden. Hm. Dus daar, onder andere, kan je daar allemaal in vinden. Ja, dus je zegt eigenlijk al, die archieven zijn natuurlijk dan al gekleurd eigenlijk. Ja, die worden vanuit een machtsperspectief. Ja, en eigenlijk bewaard. Alleen wordt er iets genoteerd als een iets wordt gedaan dat niet klopt. Ja. Maar niet een archiefstuk over, nou, dat gaat goed, die vrouw doet haar best. Dus, ja. En, want vind je dat we, als het hebben over verzet, hebben we dan te lang op een eenzijdige manier naar verzet gekeken? Want dit zijn eigenlijk individuele verhalen van vrouwen die ook verzet pleegden. Hoe kunnen we die in de geschiedenisboeken een plek geven? Ja, of er lang. Ik denk dat er heel veel mannen zijn natuurlijk lang aan het, hoe zeg je dat nou? Heel lang aan de oppervlakte geweest van de geschiedenis als het gaat om verzet. Was het eigenlijk altijd een mannenverhaal. Vandaag de dag komt er steeds meer over vrouwen. Maar dat is eigenlijk al sinds vrouwenstudies, genderstudies, oral history, is er natuurlijk al veel meer ruimte voor vrouwen. Ik zou eigenlijk zeggen, zet dat door. Deze vrouwen waren nog heel lang niet bekend bij het publiek. Ook niet bij veel Surinamers. En gelukkig is er steeds meer onderzoek en ook steeds meer ruimte voor verhalen. Ook in musea, ook in andere cultuuruitingen is er steeds meer plek voor het verhaal. Het verhaal, dus het verhaal van man en vrouw. Ik zou daar zeker mee doorgaan. Ja, en dat je ook misschien zegt, van het gaat niet alleen over dat je een hele meute ophitst en dan, weet ik veel, honderden mannen verzamelt om dan de wapens op te pakken. Oh, ja. Maar ook het weglopen bijvoorbeeld is al een vorm van verzet. Ja, ja. Klopt. Dat heeft natuurlijk wel even geduurd voordat, dat zijn ook weer vrouwen die zeiden van, ja, het is heel vanzelfsprekend om weer te kijken naar de klassieke man die de wapens oppakt en die ten strijde trekt. Maar de vrouwen spelen natuurlijk ook een rol. Hè? En al is het een rol, een zogenaamde bijrol, als ik kook een goede maaltijd voor de mannen, zodat ze morgen stevig in de oorlog staan. Mm-hmm. Al dit soort rollen en al dit soort activiteiten van vrouwen zijn in de loop der jaren natuurlijk veel meer gezien als ook vormen van verzet. Ja.
Dus daar is volgens mij nu al veel meer de schijnwerpers op. Maar dat mag nog wel sterker. Toch, Devika? Ja, absoluut. Ja. 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 Ja, ik denk dat we het daar zo meteen inderdaad nog ook uitgebreider over zullen hebben. Van wat kunnen we nou voor vertaalslag maken naar de museumwereld bijvoorbeeld. Maar Devika, ik was wel benieuwd. Heb jij je laten inspireren ook door vrouwen? Lijkt mij wel. Wie zijn nou jouw inspiratiebronnen? Nou ja, specifiek voor vandaag heb ik er natuurlijk over nagedacht. Ook in de relatie tot koloniale geschiedenis. Mm-hmm. Wat ook in mijn eigen familielijn zit. Mijn grootouders en overgrootouders van mijn vaderskant zijn Nepalese contractarbeiders die in Suriname zijn beland aan het einde van de, nou ja, rond 1860. Ja. En, na het afschaffen van de slavernij. Ja, precies. En die aan het werk gezet. En nou ja, ik hoorde van contractarbeiders toen ik opgroeide eigenlijk dat het bijna vergelijkbaar was eigenlijk met hoe we hier naar gastarbeiders kijken. Een soort van, okay. Er was een soort verhaal van, hè, er is daar werk, dus je kan daarheen om geld te verdienen. En dat mensen die vaak in hun land van origine in erbarmelijke omstandigheden leefden of op de een of andere manier een plek wegzochten, dat die dat gingen doen. En dat was natuurlijk een stuk minder rooskleurig dan hoe dat altijd werd verteld. Dus ik heb als eerste voorbeeld heb ik Janie Tetari meegenomen. Ze is te zien. Ja. Er zijn geen foto's van haar. Zij is in 1880 in Suriname aangekomen met een boot. En als contractarbeider dus, zoals dat heette. Vanuit waar? Vanuit India. Ja, goeie vraag. Met haar kindje. Ze had een baby bij zich. En zij was in haar thuisland verstoten door haar man. Dus ze was alleen en had moeite met rondkomen. Dus was op die manier geronseld eigenlijk om naar Suriname te gaan, om daar te gaan werken. Ze is aan het werk gezet op plantage Zorg en Hoop. Mm-hmm. En daar werd, de contractarbeiders werden eigenlijk op heel veel van de plantages waar daarvoor en nog steeds tot slaafgemaakte leefden en werkten, ook gewoon niet goed behandeld. Wat natuurlijk niet zo raar is. Als je gewend bent je personeel te mishandelen en te misbruiken, dan gaat dat niet zomaar stoppen. Dus dat was nu ook niet zo. En ze werden ook heel slecht betaald, toch? Ze werden vreselijk slecht betaald. Wat ook wel interessant is, is dat vrouwen ook veel minder nog betaald kregen dan mannen. Dus mannen kregen 60 cent in 1880 dus per werkdag. En vrouwen kregen 40 cent. En als je dan extra zwak was, dan kreeg je nog minder. Dus in allerlei lagen zat dat ook al, dat genderverschil toen dus ook al. Dus ze kregen vreselijk weinig betaald, waardoor ze eigenlijk geen kant op konden en werden nog steeds ook heel slecht behandeld. Er was nog steeds heel veel sprake van uitbuiting, mishandeling, onmenselijke werkcondities, nou, noem het op. En zij was eigenlijk, wat Aspa al zei, er is heel weinig onderzoek gedaan naar hoe die omstandigheden waren van de mensen die daar werkten. Dat geldt ook voor contractarbeiders. Het voordeel is dat er, dat werd beter bijgehouden, want het waren arbeiders. Ja. Dus die hadden een eigen naam en die hadden een contract. En het is meer over opgeslagen. Dus over Tetari bijvoorbeeld weten we wat meer. Ze was dat ze op de boot naar Suriname al. Er was een mazelenuitbraak. Mm-hmm. En zij heeft toen, zag dus heel veel mensen die net als haar geronseld waren, ziek worden, doodziek worden. En ging toen bij het personeel van de boot eigenlijk leuren om medicatie. Dus al op het schip wordt over haar geschreven dat ze dus eigenlijk voor haar, collega's, zullen we het maar even noemen, medeslachtoffers, kwam ze op en probeerde ze betere omstandigheden voor aan boord te regelen. Dat lukte ook en dat is dus ook vastgelegd door de medewerkers van het schip. Bij aankomst, toen ze eenmaal op de plantage aan het werk was gezet, was zij iemand die volgens de overlevering heel veel deed voor eigenlijk vrouwenrechten concreet binnen relaties. Dus ze viel met de mannelijke contractarbeiders gingen ze in gesprek over dat ze hun vrouwen beter moesten behandelen. Ze hielp zwangere vrouwen om eigenlijk hun. Kon dat gewoon dan? Was daar ruimte voor op zo'n plantage? Nou ja, ik bedoel, je werkt natuurlijk met elkaar. Dus dat zal niet zijn dat ze uitgebreide bijeenkomsten heeft georganiseerd. Nee. Zoals wij hier nu zitten. Ja. Maar ze kwam dus voor medevrouwen eigenlijk op. Mm. En op de plantage, ze was ondertussen natuurlijk heel hard aan het werk. En op een gegeven moment kwam er steeds meer moordes op de plantage. En er kwam steeds meer verzet tegen de plantagehouders.
En dat leidde tot een opstand uiteindelijk een paar jaar later. Waar zij een van de... Nou ja, zij werd gezien als een van de opruiers. En ze is uiteindelijk ook vermoord. Vermoord door de Nederlandse macht? Of ja, door het leger? Precies. Ja, ja. En okay. Ja, dus dat is... Ja, in een nutshell is dat wat ik zo van haar kan vertellen. En wat ik er wel... wat extra bijzonder is, heeft ze dus een paar jaar een standbeeld in Suriname. En op de plek waar dat standbeeld stond, stond eerst een standbeeld van deze man. Wie is dit? Berwet Leon heet hij uit mijn hoofd. Moeten we nog weten wie dit was? Wie, nou ja, hij was agent-generaal namens de Nederlanders. En hij heeft onder andere, was een van de koloniaal overheersers op locatie, zeg maar. En heeft ook echt de opdracht gegeven tot moord van een aantal slaven. En weet ik het. Dus gewoon, hij was gewoon een koloniale misdadiger. Ja. En op de plek waar zijn beeld stond, hebben ze Dini Tatari neergezet. Dus dat vond ik wel. Dat is wel... Ja, een mooie symbolische daad ook. Daarachter is ook een presidentieel pand. Dus ja. Ja, dat is inderdaad wel echt een ontwikkeling die dan toch heeft plaatsgevonden op dat stukje van Suriname. Klopt. Ja. Is dat, want volgens mij ken je allebei Suriname beter dan ik. Is dat een ontwikkeling die daar wel kan en hier in Nederland nog niet? Als wij, je bent er net nog geweest in Suriname. Heb je het gevoel dat daar zijn ze verder in het erkennen van koloniaal geweld en wie dan daar een standbeeld wel al dan niet moet krijgen dan in Nederland? Nou, zij heeft geen standbeeld in Nederland volgens mij. Nee, dat klopt. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat de discussie in Suriname toch weer anders verloopt dan in Nederland. Ik denk dat migranten zich toch wat meer hier aangesproken voelen door het feit dat je toch een minderheid bent in een overwegend witte samenleving met een witte westerse cultuur. Dat je het gevoel hebt dat je moet invechten, dat er sprake is van marginalisering, uitsluiting, discriminatie. Nou, dan wordt het natuurlijk veel belangrijker om je eigen identiteit, je eigen migratiegeschiedenis weer daar houvast in te zoeken. Hè. Dat is voor heel veel migranten geldt, dat niet alleen voor Surinaamse migranten. Daarom zie je ook dat de discussie over slavernij en racisme hier zo een hoge vlucht neemt. Veel meer in Suriname, waar men eigenlijk ook nog vooral aan het overleven is. Dus op dit moment gaat het ook gewoon niet helemaal goed. Maar natuurlijk heb je daar ook wel heel veel groepen op het gebied van cultuur en wetenschap en politiek die zich ook bezighouden met deze geschiedenis en ook hun best doen en ze beijveren voor inclusievere geschiedschrijving en ook op het gebied van beelden. Ik denk dat de ontwikkelingen daar een andere dynamiek hebben dan hier. Ja. Ja, het is gewoon onvergelijkbaar ook. Ik bedoel, hier wonen de Nederlanders die ervoor hebben gezorgd dat er nu allemaal mensen in Suriname zijn beland, een paar eeuwen terug, die daar anders ook niet waren geweest. En die zijn daar met z'n allen achtergebleven, om het maar even zo flauw te zeggen. Ja. En Asfa en ik zitten ook hier, nu opeens weer aan tafel. En jij ook, weet je, we zijn allemaal verbonden wel met die koloniale geschiedenis, maar wij snappen dat nog vanuit onze eigen familielijnen. Maar ik denk dat heel veel witte Nederlanders die hier geen directe band mee hebben, dit veel minder gewoon zien als onderdeel van zichzelf. En in Suriname is het van iedereen een heel overduidelijk onderdeel. Iedereen weet, ik ben hier door die geschiedenis. Ja. Met uitzondering natuurlijk van de oorspronkelijke inheemse bevolking die inmiddels in de minderheid is in Suriname. Ja. Dus maar levert dit dan een ander verstandshouding? Ja. Ja. Ja, precies. Het is een andere context natuurlijk. Ja, ook waarin je moet positioneren en je identiteit moet vormgeven. Ja, dus het is nooit het is de basis van daar samenleven. Ja. Maar levert dit dan discussie op in Suriname? Want als we hier Jan Pieterszoon Koen van zijn sokkel aftrekken en Jenny Tatari dan daarvoor in de plaats zetten, dan gaat dat niet zonder slag of stoot, denk ik. Nee, dat gaat vast naar. Ik bedoel, mensen zijn overal in die zin hetzelfde. Sommige mensen houden niet van verandering en andere mensen wel. Sommige mensen vinden dat je schurken een beeld mag geven omdat het onderdeel is van de geschiedenis. Andere mensen zeggen, doe dat op een andere manier. Weet je, dat, mensen zijn mensen, denk ik, in die zin. Maar ik denk wel, kijk, zij was een... Ja, het is in die zin, als net als dat we hier een vrouwen makkelijker een standbeeld geven die hier in dit stukje Nederland een belangrijke bijdrage leverde, denk ik dat het, Suriname stikt van de Indostanen. Dus het is logisch daar dat je dat plaatst. En hier zien mensen dat nog steeds als een niet helemaal volledig stukje van
onze geschiedenis. Mm-hmm. Dus dat maakt het wel lastiger. Ja. Ik begreep wel dat zij een straatnaam krijgt in Eiburg. Oh, wat goed. Dus... Ja. Toch ja, er zijn hier in Nederland best ook een paar mensen die zich hard maken om dus, daarom ken ik dit verhaal ook, om haar verhaal bijvoorbeeld weer onder de aandacht te brengen. Dus ja, dat is, ja. Want er zijn nu ook heel veel Hindoestanen in Nederland natuurlijk, dus het is ook onderdeel van de Nederlandse geschiedenis uiteindelijk. Ja. En nu ben ik hier gekleurd aan het prediken, dat mag ik helemaal niet doen. Ja, we hadden het net ook al even over, jij zei het Asfa, over dat bijvoorbeeld in dit geval een Surinaamse migranten nieuw komen in een Nederlandse samenleving en dan hier eigenlijk, je moet invechten, je moet een plek in die nationale geschiedschrijving of in dat verhaal krijgen. Devika, je had nog iemand anders die jij wilde noemen, geloof ik, die daar wat meer voor heeft betekend. Ja, klopt. Dit is Agnes Samuel. Ze is inmiddels begin 80, dus en op deze foto is ze nog een stuk jonger. Ze is geboren in Paramaribo en kwam studeren in Nederland in de jaren 60, denk ik. Zeg ik dat goed? Iets later. Ja, iets later. Agnes Samuel is eigenlijk bijna alle vrouwen van kleur die in de politiek zitten en ouder zijn dan 40, kennen Agnes. Agnes heeft in haar leven duizenden, en dan maak ik geen grap, duizenden vrouwen getraind om politiek actief te worden. En heel veel vrouwen van kleur begeleid op dat pad. Bijna allemaal onbezoldigd. Eerst vanuit de Rode Vrouwen, netwerk van de PvdA. Later vanuit onder andere de Landelijke Federatie voor Surinaamse Vrouwenzaken. En later voor haar eigen organisatie. En nou ja, dan hebben we het over Tara Singh Farma, Tanya Jatnanan Singh, allerlei gemeenteraadsleden door het hele land. Echt ontzettend veel vrouwen heeft zij getraind. En ik kwam haar tegen toen ik aan het researchen was, eigenlijk dus precies over dit soort gaten in de geschiedenis. Maar dan op mijn eigen expertiseveld, vrouwen in de politiek. Toen kwam ik haar verhaal tegen en dus hoeveel ze heeft betekend. En bijna niemand kent haar. Tenminste niet binnen de politieke kringen die ik veel spreek. Ja. En dus ik vond het heel interessant om meer over haar te lezen. En heb haar laatst ook geïnterviewd. Dat was ontzettend leuk om te doen. En wat ik wel tegelijkertijd dus heel treffend vond, zij heeft dus keihard gewerkt, heel erg veel vrouwen geholpen. En tegelijkertijd, als je dan dus kijkt naar bijvoorbeeld artikelen die over haar zijn verschenen toen zij zo actief was, deze krantenkop kan echt gewoon vandaag nog in de krant staan. Weet je, dit soort werk wat zij deed, meer aandacht aan de vrouwen in de politiek, we zouden nu een ander woord gebruiken, meer vrouwen met een migratieachtergrond in de politiek. De termen veranderen, maar de strijd niet. Er zijn heel veel onzichtbare vrouwen, denk ik, die dit al heel lang proberen. En ik vind het ook wel, weet je, dat wordt heel weinig doorgegeven. Waardoor, nou ja, ik ben ook weer met dit soort werk begonnen en dacht, ik wist ook niet op wiens schouders ik stond. En ik ben blij dat ik er nu een beetje achter begin te komen. Maar het is ook gewoon wel pijnlijk om te zien dat die geschiedenis dus zo traag eigenlijk beweegt om dit soort verhalen te gaan zien als opvallend. En Ook te borgen ook daarmee. Ja. Dus Agnes Samuel, we gaan haar nu niet meer vergeten. Ik ben heel blij dat je haar genoemd hebt. Maar want ik vind het ook alweer treffend wat je zegt en ook gewoon weer heftig om te beseffen dat, ja, inderdaad, wat staat hier? Dit is 19 juni 1993, dit artikel, meer allochtone vrouwen in de politiek. Dus 98, denk ik, is dit. Oké. Nou ja, we zijn 25 jaar verder. Ja. Waarom duurt het zo lang? Asfa, heb jij daar een antwoord op? Hmm. Zijn we iets opgeschoten eigenlijk, überhaupt? Ja, waarom duurt het zo lang voordat wij deze vrouwen goed tot onze kanon rekenen, bijvoorbeeld? Hè? Ja. Ik denk dat het, als het om mannen gaat, gaat het wat sneller. En bij vrouwen gaat het langzamer. Ik gaf net al aan dat sowieso de geschiedenis over vrouwen, door vrouwen, van vrouwen al veel trager op gang is gekomen. Ik denk dat het ook echt geldt voor deze Agnes Samuel, die ik zelf ook niet eerder van had gehoord. Waarom duurt het zo lang? Ja, wat moeilijk. Ja. Nou ja, inderdaad, waarom duurt het zo lang voordat deze vrouwen een plek krijgen in de kanon? We hebben net Anton de Kom toegevoegd. Was volgens mij de eerste zwarte man die dan in de kanon komt. Maar wanneer komt de eerste vrouw van kleur in de Nederlandse kanon? Ja, maar Devika heeft het eigenlijk al gezegd. We zijn zo gewend
om toch hier te kijken in dit land. Dit is onze geschiedenis en dit hoort erbij. Mm-hmm. En de rest hoort er niet bij. En wat er niet bij hoort, dat moet ontzettend worden ingevochten. En er moet heel veel over worden vergaderd. En ja, er moeten weer comité's op worden gericht. En er moet weer heel veel over worden nagedacht. En heel veel praatprogramma's aan worden gewijd. En er moeten weer allerlei programma's over diversiteit in het leven worden geroepen. Om dat een plek te geven. Dus, ja, maar ja. Moeten we hier... Want ja, je kan zeggen, het is een vorm van verzet om hier weer echt iets aan te doen. Ja. Doe jij dat ook in jouw werk, Devika? Dat je specifiek ook je richt op vrouwen van kleur binnen de politiek, bijvoorbeeld? Ja, kijk, uiteindelijk denk ik dat iedereen die bereid is iets te doen waarin je een ruimte betreedt, waarin je jezelf niet zo gespiegeld ziet, dat is op te vatten als een daad van verzet. Er is een theorie over... dat je dat, waarin het Space Invaders wordt genoemd. Dat je eigenlijk letterlijk een invader van de ruimte bent. Ja. Een ja, indringer. En zo, nou, als je het bijvoorbeeld over politiek hebt. Stel je bent een vrouw van kleur, je bent jong en je gaat de Tweede Kamer in. Ja. En je loopt dat gebouw door. Dan zie je een meerderheid van witte mensen. Je ziet een meerderheid van oudere mensen. Je ziet een meerderheid van mannen daar rondlopen. Maar je kijkt ook bijvoorbeeld naar de muren. Wie hangen daar aan de portretten aan de muur? Dat zijn 99% witte mannen. En niet van jouw leeftijd of van, zelfs van jouw tijdperk. Maar van generaties terug. Dus dat is eigenlijk een constante herinnering dat jij daar niet hoort. En of dat je er niet hebt gehoord heel lang. Terwijl voor de witte Hollandse man gebeurt het tegenovergestelde. Die heeft een soort spiegelkamer om zich heen. Mm. Van allemaal mensen die op hem lijken. Met ook nog allemaal oude portretten en bewijzen in die ruimte van jij hoort hier. Sterker nog, jij bent dit ooit begonnen. Ja. Kijk, ja. Niet jij specifiek, maar snap je wat ik bedoel? Mm. Het is een soort totale... Ja, alsof je die ruimte mag toe-eigenen. Het is een, of zo, als je ja, daar het is een heel erg bevestiging van dit is oké dat jij hier bent. Ja. En heel veel mensen krijgen die subtiele bevestiging absoluut niet. Sterker nog, die krijgen steeds heel subtiel te zien, heel letterlijk te zien, dat het raar is dat ze er zijn. En dat doet wel echt iets met je. Dus ja, dus iedereen die op dit moment, en ook voor witte vrouwen geldt dat hoor. Dat, ja, dat wilde ik als je vragen, zo'n ruimte inderdaad. Wil betreden, ja. Dat is niet niks. En, want is dat dan nou nog een groot verschil of je dan een witte vrouw bent of een vrouw van kleur? Ja, dat wel. Ja. Ja. En natuurlijk, ik bedoel, niet elke individuele vrouw kan je met een andere individuele vrouw vergelijken. Dus dat wil ik ook zeker niet doen. Maar als je uitzoomt en de groepen vergelijkt met wat de algemene ervaring is, dan maakt dat absoluut uit. Ja, ja, vrouwen van kleur krijgen gewoon met anderen meer negatieve stereotyperingen te maken, extra. Eigenlijk bovenop het seksisme krijg je bijvoorbeeld te maken met stereotypen gebaseerd op racisme. Ja, wat jij net al zei eigenlijk. Dus het stapelt. Ja, ja dat is zeker waar. En nou ja, het is nog meer het effect inderdaad van je hoort er niet. En ja, je echt moet het bewijzen. Mm. En dat kan gewoon heel vervelend zijn. En boven, ja, los daarvan gaat het ook dus daardoor veel minder vaak over de inhoud. Ja. Maar over uiterlijk en andere randzaken die er helemaal niet toe doen. Ja. Hoe je kijkt. Hoe ja, dat dat zie je ook bij Kautar Boeghalit. Ja. Dat zij dan heel erg wordt beoordeeld op wat ze aan heeft. Of wat haar houding is tijdens een debat of zo. We kunnen hier zo meteen verder over praten. Heel graag zelfs. Ik hoop dat jullie dat ook nog willen. Ik hoop dat jullie thuis nog actief aanwezig zijn ook allemaal. Want we hebben het eigenlijk ook over intersectionaliteit dan daarin. Hè? Dus hoe verhoudt je gender zich tot etniciteit en hoe beïnvloedt dat elkaar? En hoe we dat kunnen, nou ja, hoe we daar dat kunnen versterken of hoe we dat kunnen ontmantelen, daar wil ik het graag straks over hebben. Maar we hebben hier ook twee kunstenaars aanwezig, dat zei ik net al eventjes. En ik ben wel even benieuwd, Rosina, of jij naar de microfoon kan komen. En hoe luister jij nu naar dit gesprek wat we hier aan het voeren zijn? Ja, ik ben blij dat ik hier ben. Ik moet zo meteen ook weg. En ik zit al helemaal te balen eigenlijk hier dat ik zo meteen weer moet vertrekken. Maar jullie zijn hele goede sprekers allereerst. Dus ik luister graag naar jullie. En ik leer nieuwe dingen. En dat is fijn. Dat is tof. Dus fijn om hier te zijn. Leuk. Ja. Maar je bent hier niet voor niks. Je gaat straks weg, zeg je. Maar niet voordat jij voor onze spoken word performance hebt gegeven.
Wil je dat nog introduceren of zeg je, ik doe gewoon mijn ding? Ja, nou, misschien een klein beetje context. Ik schreef deze tekst voor Black Achievement Month. Dus daar, dat was de context waarin ik hem schreef. En voor mij gaat deze tekst over meer dan dat. Het gaat voor mij persoonlijk ook heel erg over vrouw zijn. En ik merk dat ik kom in verschillende ruimtes. En heel vaak is deze tekst gewoon toepasbaar op gemarginaliseerde groepen op zich. Dus okay. Hij heet Nieuwe Kwasten. Yes. Nou, aan jou het podium. Thank you. Wanneer wij er aankomen, waar ben jij dan? Want het heeft te lang geduurd. Het kostte daadkracht, inspanning, nalatenschap. Het ging over generaties heen terwijl het probleem werd verzwegen. Weggestopt. Er werd weggedoken. Keer op keer werd er overheen gesproken. Wij besloten andere routes te lopen, zijpaadjes te nemen. We hebben zo vaak onze ogen dichtgeknepen. Leerden onze hoofden te buigen, met de blik omlaag in onze vuisten te knijpen. Wij leerden zwijgen. We leerden dansen om ons te uiten, schrijven om mee te praten. We leerden tekenen om te passen in het plaatje. Veranderden hoe we praten, hoe we eruit zagen, wat we onze kinderen leerden. We hebben het zo hard geprobeerd, zodat jij kon accepteren dat we eraan kwamen. Eraan kon wennen. Ons stukje bij beetje kon leren kennen, maar het heeft te lang geduurd. Dus wij bloeien. Als de volste lentebloesem, we dansen. Niet langer met die van jou, maar met onze eigen dans passen. We zullen niet langer zwijgen. Als belofte aan onze voorouders zullen we onze stem gebruiken. Niet om te schreeuwen, maar te fluisteren. En we luisteren naar de liederen die al eeuwen klinken. We zijn niet langer huiverig om te zijn wie we willen. Wij zullen zingen. We tekenen niet langer om in het plaatje te passen, maar om het plaatje aan te passen. Kochten een heel set nieuwe kwasten. En het doek waarop we schilderen is zwart. Wandelen met onze blik omhoog. Zie maar hoe trots we lopen. Zie maar hoe we staan met onze nek niet meer gebogen. De tijd is nu gekomen dat we opstaan. Doorgaan. Wanneer jij over een paar jaar vraagt aan onze kinderen op wie ze het meest lijken willen, dan zullen ze je vertellen. Ik draag mijn haar als die van mama, omdat zij die van haar als cape draagt. De trots van mijn vader, zo staan mijn schouders elke dag. Mijn hart klopt niet in mijn keel, maar in mijn borstkas. Veilig, precies zoals het zijn moet. Ik kan worden wat ik wil, omdat oma mij dat leerde en opa mij vertelde naar de horizon te kijken. Want hoe donker de dagen ook, de ochtend altijd licht blijkt. Ik ben de optelsom van vuur in alle vormen. Door mijn aderen stroomt liefde in mijn gewrichten huiskracht. Ik word gesterkt door mijn geschiedenis. Dat besef ik elke dag. Geef me licht, geef me vleugels, hou me warm. Want het heeft te lang geduurd. Het kostte daadkracht, inspanning, nalatenschap. Het ging over generaties heen terwijl het probleem werd verzwegen. Weggestopt. Er werd weggedoken. Keer op keer werd er overheen gesproken. Als ze er aankomen. Als ze er aankomen. Zo klonk het uit praatprogramma's, woonkamers, kantoren. Wat als ze er aankomen? Dat zij eigenlijk kwamen. En niet andersom, daarbij niet in acht genomen, kostte het daadkracht. Inspanning. Nalatenschap. Ging het over generaties heen. Misschien had je dat niet door. Maar wij? Wij zijn er al lang. En waar ben jij dan? Dank jullie wel. Dank je wel. Rosina Saliou, dank je. Prachtig. En ook heel bijzonder dat je dat gewoon uit je hoofd kan. Dat is echt... Wow. Ongelooflijk, zoveel tekst. Jeetje. Dank je wel daarvoor. En we gaan ook even kijken hoe het gaat met Suzette. Die is druk aan het tekenen. Ja, zeker. Ja, goed. Hoe gaat het? Ja. Ik krijg een goede indruk van de sprekers hier. Ik heb hier dan bijvoorbeeld Janie Tatari, standbeeld. En Barrett Leon, die is weg. Mooi. Dus ja. Met een rood kruis doorheen. Ja, ook nog. En ik heb jou geschilderd. Ik heb haar, net haar spoken word. Dus een beetje wat ze allemaal heeft gezegd. Heb ik even... Of geschreven, ja, weet je. Maar je laat je altijd, of tenminste, je laat je vaak inspireren door het werk van vrouwen, toch? Ja, mijn eigen werk gaat ook over vrouwen. Powervrouwen.
Ik vind het wel leuk, want... nou ja, leuk. Ik ben van Molukse afkomst, dus... ja, mijn geschiedenis is ook natuurlijk kolonialisme. En ja, er stond ook een vraag van... ja, wie zijn dan powervrouwen voor jou? Als ik zelf kijk naar mijn geschiedenis en ook naar mijn eigen familie... zie ik wel mijn oma's als powervrouwen. Die hier naar Nederland zijn gekomen en ja, gewoon naar een vreemd land. En ja, zonder te weten hoe of wat. Mm. Nou, daar is moed voor nodig. En ook hun gezinnen mee en met hun man mee. Dus ja, ik zie mijn oma's wel als powervrouwen. Ja, mooi. Mooi, inderdaad. Ja. Ja, ze zijn natuurlijk alle families uiteindelijk. Er is geen familie zonder belangrijke vrouwen. Ja. Ja, precies. Het is toch bizar dat we zo weinig plek in de geschiedenisboeken altijd hebben gekregen. Ja, ja, ja. Klopt. Maar goed, wij gaan daar... dank je wel voor dit werk. Ik ben heel benieuwd hoe het zo meteen eruit ziet over een klein kwartiertje. Ja. Ga maar snel door, want je hebt niet zo lang meer. Nee, precies. Dank je wel. Ja, want laten we het hebben over hoe gaan we dat inderdaad veranderen? Hoe krijgen we dat, hoe ontmantelen we dat frame waar jij net over vertelde... van de boze vrouw of de vrouw die altijd maar sterk moet zijn... of misschien wel de seksuele, sensuele, erotische vrouw. Hoe gaan we dat ontmantelen en hoe willen we dat dan ook terugzien... in de samenleving, dat ontmantelde beeld? Als we, ja, jij houdt je bezig met meerstemmigheid binnen de museumwereld onder andere. Kun je iets vertellen over wat musea nu doen... om een soort van counter-narrative te bieden eigenlijk aan dat stereotype beeld... wat zo lang heeft overheerst? Over het stereotype beeld jegens vrouwen? Ja. Ja, ik zou niet meteen zeggen dat alle musea dat nu aan het doen zijn. Nee. Maar musea zijn op dit moment wel heel erg bezig om... toch veel meer vanuit diversiteit en inclusie te programmeren. Om ook het publiek vanuit dat optiek aan zich te verbinden. Ook partners, heel andere nieuwe partners op dat gebied aan zich te verbinden. En ook hun vier P's. Ik ben één P vast vergeten. Dus dat vier P's? Nee, de P van programma, publiek, partner en personeel. Oké. Personeel, hè, ja. Dus dat is één. Dus daar wordt nu echt heel veel aan gewerkt. En musea bekende kleur, dat is wat ik op dit moment aan het coördineren ben. Nou, dat is gewoon een heel groot platform om dat samen te bereiken met elkaar. Ja. Ja. En kun je daar praktische voorbeelden van noemen? Want wat moet ik me voorstellen bij een museum dat zich inzet voor meerstemmigheid? Ja, nou, wij zetten eigenlijk in met Museum Bekende Kleur op bewustwording in eerste instantie. Want je kunt wel heel veel willen, maar als je het niet goed in je hoofd hebt... dan blijft het eigenlijk gewoon nog maar een sticker en een etiket op je werk. En dat staat weer mooi in een jaarverslag. Maar wij hebben dus echt een concept bedacht waarin medewerkers van musea... maar ook staf en directie echt sessies doorlopen... ter bewustwording, nadenken, reflecteren. Wat is de kleur van ons museum? Want we heten Musea Bekende Kleur. Even kijken, wat is de kleur van mijn museum? Hoe is diversiteit in mijn museum georganiseerd? Waarom wil ik diversiteit? Wat betekent het voor mij? Wat betekent het voor de organisatie? Op wat voor manier is er sprake van institutioneel racisme? Hou ik dat ook in stand? Hebben we daar goede protocollen voor? Op wat voor manier houd ik dingen in stand zoals white privilege, tokenisme... Hoe inclusief is de tekst op mijn website? Hoe inclusief is mijn tekst voor de vacatures die ik uitschrijf? Maar ook het gebouw, wat jij net noemde over de Tweede Kamer. Ook dat bespreken wij. Hoe uitnodigend is een museum met zijn enorme witte muren? En uitstraling van, hè, dit is de plek waar je komt voor de kunst met een grote K. Dus dat is waar wij vooral op inzetten. De belangrijkste activiteit van Musea Bekende Kleur is dat wij inzetten op de reflectiesessies die moeten leiden tot bewustwording. En dat zijn echt stevige sessies die ook worden ingezet in een veilige setting met procesbegeleiders, waardoor men anders gaat kijken en denken dan men al dacht. Dus ze moeten het eigenlijk zelf doen met hun hoofd. Ja. Ik kan niet echt zo'n concreet voorbeeld geven hierover. Maar je begrijpt het wel als ik je uitleg hoe dat nu werkt. Ja, ja, ja. Ja, ik was ook ik wilde inderdaad wel naar een concreet voorbeeld vragen. Van, heb je iets wat dan bijvoorbeeld is toegevoegd aan een museum van een collectie? Of wat dan ook vooral van invloed is op vrouwen van kleur... of vrouwen die verzet hebben gepleegd tegen die koloniale onderdrukking? Nee, ik denk dat dit het is. Hè. Dus ik denk door het denkproces, door het bewustwordingsproces... moeten ja, de musea toch anders gaan kijken en denken en ook anders gaan programmeren. En we zijn
ja, we zijn ook nog niet zo heel erg lang bezig dat je nu al kan zeggen van, oh, dit zijn de resultaten. Ja. Wij zijn ook niet echt uit op een kwantitatieve verbetering, maar wel op kwalitatieve verbetering. Ja. En nou, je merkt natuurlijk wel dat musea veel meer met elkaar praten. Dit was het enige platform vooralsnog dat zo groot is, hè, een intermuseaal platform. Dat met elkaar praat over diversiteit en inclusie. Dat was er eerder niet. Maar je ziet eigenlijk dat het gesprek wordt opgepakt. Dat men bij elkaar te raden gaat over de tentoonstellingtekst, over woordjes in de tentoonstelling, over hoe ga je om met personeel. Dus ik heb niet alvast een concreet juichresultaat. En ik vind het ook een beetje lastig om dat te doen, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Nou ja, misschien over een paar jaar dat we wel echt kunnen zeggen van, nou, dit grote museum heeft dit aangepast. En of deze tentoonstelling is ontwikkeld mede door al die brainstorm sessies en dialoog. Dat gebeurt op zich ook wel. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou, mooi en belangrijk. En Devika, want ik vond het heel mooi voorbeeld wat jij net gaf over die Tweede Kamer met al die witte mannen op de muur. Dus je zal denk ik wel beamen dat het nodig is dat musea ook hier aandacht aan geven. En hoe doe je dat zelf bij Stem op een Vrouw? Heb jij specifieke projecten die dan bijvoorbeeld moeten leiden tot meer vrouwen van kleur in de politiek? Of mensen met een migratieachtergrond? Nou, niet specifiek dat we alleen ons op die doelgroep exclusief richten. We blijven in principe, tot nu toe zijn we nog eigenlijk te klein om ook nog doelgroepwerk te doen. Dus we richten ons op in principe op alle vrouwen en proberen natuurlijk wel in de werving. En dat lukt ook wel. Als we bijvoorbeeld een mentornetwerk hebben of een training, dat we wel jonge vrouwen en echt wel een brede diversiteit aan vrouwen aanspreken. En dat gaat over veel meer natuurlijk dan kleur. Maar ja. En dat betekent dat je gewoon vooral, nou ja, wat Asfa zegt over bewustwording, dat is wel inderdaad het startpunt daarvoor. Want je moet begrijpen wat je wel en niet kan zeggen bijvoorbeeld. Je moet begrijpen dat bijvoorbeeld als je vrouwen wilt aanspreken met een kleine portemonnee, dat je activiteit gratis moet zijn. Het is een hele simpele 1-2, maar je moet er wel even aan denken. Ja. En zo gaat het met heel veel dingen, waardoor je eigenlijk heel veel kleine ingreepjes kan doen, constant, om te zorgen dat je in ieder geval iemand uitsluit. Ja. En dat is al heel wat. En dan vervolgens het insluiten is eigenlijk het actief betrekken. Dat kost gigantisch veel werk. Dus het al actief niet uitsluiten en dan vervolgens heel veel bewustwording en reuring creëren, zodat mensen je kennen en weten te vinden. Dat is eigenlijk nu hoe we dat doen. En qua concrete voorbeelden. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld een kijk, wat we eigenlijk doen is bijvoorbeeld wanneer we activiteiten organiseren, zoals een verkiezingsdebat. Ja. Verkiezingsdebatten zijn vaak, hè, de lijsttrekkers, en dat zijn bijna altijd mannen. Dus wat wij doen is verkiezingsdebatten organiseren met enkel vrouwelijke kandidaten. En dan ook niet alleen de vrouwen die helemaal bovenaan staan. Ja. Maar juist verschillende vrouwen die wat lager staan. Want daar staan vaak de jonge kandidaten, de kandidaten met een beperking, de kandidaten van kleur. Noem het op. En die geven we dan specifiek zo in een mooie mix het podium. Omdat we ook eigenlijk willen laten zien, dit is hoe die toekomst eruit ziet zoals het zou horen. Ja. Als wij een selectie maken uit al die lijsten, dan zie je dat eigenlijk alles wat je wil van die politiek zit er al wel, maar gewoon heel weinig. Hmm. En dat proberen we uit te lichten en daarmee rolmodellen te creëren. Zichtbare rolmodellen, zodat, nou ja, kinderen die opgroeien eens een keertje zichzelf zien, ja, op zo'n plek. Ja. Zodat jonge vrouwen die interesse hebben in politiek zien, dat ze niet de enige zijn die dat doen. En die misschien denken, als zij het durft, dan is er misschien nog hoop voor mij. Ja, precies. Ja. En daarbij is het natuurlijk ook dan belangrijk dat daar niet opnieuw in stereotyperingen wordt gesproken. Nee, ja, precies. Hoe doe je dat dan? Want we zijn allemaal zo geprogrammeerd volgens al deze eeuwenlange geschiedenis. Hoe ontmantel je dat? Ja, gewoon constant zorgen dat je in ieder geval zelf het goede voorbeeld geeft, denk ik. En op het moment dat je dus iets organiseert en iemand breekt jouw code, om maar wat te zeggen, wat natuurlijk gewoon kan gebeuren en ook helemaal oké is. Wel zorgen dat bijvoorbeeld je moderator of wie dan ook jouw event host dan weet hoe die moet reageren. Weet je, gewoon dat soort kleine dingen zitten denk ik in. In dat als er iets gebeurt waardoor je op dat moment denkt, hé, maar dit gebeurde en dit was eigenlijk niet fijn, dit gebeurde en dat beledigt misschien iemand of beledigt een bevolkingsgroep, of noem maar op, dat er op dat moment goed op wordt gereageerd. Dus dat gaat heel erg over gesprekken voeren met elkaar als team en zorgen dat je juist de mensen neerzet die dat soort gesprekken kunnen voeren. Zodat mensen eigenlijk ook kunnen afkijken. Ja. In hoe voer je nou zo'n gesprek? Want ik denk dat heel veel mensen in Nederland
en waarschijnlijk wereldwijd, het gewoon best wel lastig vinden om het hierover te hebben. En dan is het gewoon prettig als je ziet, zoals wij hier aan tafel zitten, drie mensen die hier gewoon over kunnen praten. En met informatie en kennis en waar mensen weer wat van opsteken en wat je mee naar huis neemt. En de volgende keer als iemand erover begint, je kan zeggen, ja, maar ik heb dit gehoord. Ja, en ik herken dat patroon bijvoorbeeld. Precies, of, ja, dat maakt het gewoon, ja. Dus het goede voorbeeld geven is denk ik gewoon heel belangrijk. En verder, ja, gewoon heel hard je best doen om mensen te overtuigen iets een stap te zetten. Ja. Nou, dat goede voorbeeld, volgens mij geven jullie dat sowieso. Maar, want we gaan volgens mij al even richting de afronding. Ja, de tijd gaat ongelooflijk snel. Maar ik wil dan toch nog even vragen aan jullie. Als je het goede voorbeeld mag geven. Nou, in dit geval zit in het Verzetsmuseum. Kan je hun een tip geven? Wat moet die collectie in het Verzetsmuseum nou zijn om inclusiever te zijn? Met name naar die vrouwengeschiedenis en vrouwen van kleur specifiek. Die opkwamen tegen die koloniale onderdrukking. Kan je een voorwerp noemen of een object dat je zegt, dat moet echt in het Verzetsmuseum eigenlijk. Mag niet ontbreken. Ga gelijk naar Lisbeth kijken. Wat een goede vraag. De directrice wordt even aangekeken, Lisbeth. Ja, ik zou zeggen, er is een maquette gemaakt vast van Tetari. Heet ze niet zo? Ja, een maquette. Dat denk ik. Hè. Dus dan waarschijnlijk schetsen, studies en maquettes zijn gemaakt. Dus ik zou zeggen dat ik dat alvast zou aanreiken. Nou, gaan we je aanhouden, ja. Jij, Devika? Je kan zelf veel bedenken. Ik moet natuurlijk gelijk ook aan de Tweede Wereldoorlog denken, maar dat gaan we even buiten vandaag. Een van mijn ik heb zelf een replica thuis. Dat klinkt heel fancy, maar het is gewoon een namaak. Speldje het vrouwenkiesrechtsspeldje. Eigenlijk toen het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd, liet een vrouwenorganisatie toen een speldje maken. En daar heb ik een namaak van. En het is een heel mooi, het is een klein wit vlaggetje met in gouden letters vrouwenkiesrecht. En het is zo klein. En toch doet het wat met me elke keer als ik dat speldje op heb. Het is gewoon zo'n soort van hele kleine herinnering die je gewoon ergens op kan pinnen als klein herinnering aan die strijd. En ook dat soort kleine dingen vind ik heel mooi die je kan meegeven aan mensen. En die mensen voor een paar euro aan elkaar kunnen geven. Voor de museumshop geef je nu eigenlijk. Misschien wel. Geef het gratis weg. Weet je, geef het dan gratis weg. Het kost bijna niks. Wel een beetje integer laten maken. Ja, precies. Ja. Maar dan, en dan met de kanttekening dat het vrouwenkiesrecht toen alleen maar voor witte vrouwen werd ingevoerd eigenlijk. Ja, en dat is inderdaad een mooie aanleiding om dat gesprek met te voeren. Van, hoe zit die geschiedenis dan? Want dat is denk ik wat je als museum uiteindelijk moet doen. Elk moment dat je uitlicht, kan je door 1000 verschillende perspectieven bekijken. Ja. Dus dat moet je denk ik ook gewoon doen als museum. Ja. Gewoon, zelfs als je denkt dat het er niks mee te maken heeft. Ja. Toch even nadenken. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar je hebt bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, vind ik zelf altijd, uit Zweden over sneeuwschuiven. Sneeuwschuiven. Een gemeente op een gegeven moment onderzoeken of de manier waarop er sneeuw werd geschoven eigenlijk iets te maken had verder met bijvoorbeeld gender en leeftijd. Of dat verschillende mensen op een verschillende manier sneeuw schuiven. Gewoon een fysieke of dat effect eigenlijk had op hun leven en hoe. En wat dus bleek, is dat de snelwegen als eerst werden gedaan. Wie hebben daar baat bij? Over het algemeen meerderheid van werkende mannen die met de auto naar het werk gaan. Wat er gebeurde was dat bejaarden moeten soms naar buiten. Struikelden veel vaker, want de stoep werd als laatst gedaan. Kinderen konden niet op tijd naar school, omdat wederom die stoep werd niet gedaan. En vrouwen die kinderen naar school moesten brengen of boodschappen moesten halen of naar hun werk gingen, maar vaak dichter bij huis werken, konden veel moeilijker naar hun werk komen. Dus eigenlijk de manier waarop de volgorde van dat sneeuwschuiven gebeurde benadeelde heel veel mensen, oudere mensen, kinderen en vrouwen. Ja. En alleen weer mannen hadden er het meeste profijt van. Ja, en het is sneeuwschuiven. Je hebt gewoon, en alleen elk onderwerp kan je dit mee doen. Ja, zeker. Dus dat is denk ik in het museum net zo. Ja. Nou, ik hoop dat we er genoeg ruimte voor hebben binnen het Verzetsmuseum. Ik werp nog even een blik naar achter in de zaal. Dank je wel. Ik ga even kijken of er vragen uit het publiek zijn. Ik zie twee vragen. Eva, onze moderator van de livestream. Allereerst bedankt voor het mooie gesprek. Er zijn inderdaad twee vragen. En de eerste vraag is, beschouwen jullie strijden voor als een synoniem voor verzet tegen? Beschouw je strijden voor als een synoniem voor verzet tegen? Asfa of Devika, wie wil er meteen op reageren?
Nou, kan van mij op een tegeltje. Ja, strijden voor is verzet tegen. Ja. Ja, nou ja, ja. Ja, absoluut. Ik hou van taal. Ik hou van dit soort taaldingetjes. Dus ik vind het een mooie vraag. Je kan hem ook omdraaien. Is verzet tegen iets eigenlijk een strijd voor? Want dat is heel vaak hoe het wordt geframed. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld de Nederlandse antiracismebeweging. Even concreet bijvoorbeeld de beweging tegen Zwarte Piet, wordt vaak gezegd. Je kan ook zeggen voor verandering van Zwarte Piet. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is. Het is allebei eigenlijk hetzelfde. Ja. Het is precies hetzelfde. Maar welke van de twee je kiest om een groep te beschrijven, zegt wel heel veel van hoe je naar kijkt. Hoe je zelf in het leven staat. Ja. 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 Wil je daar iets op toevoegen? Nee hoor, ik vind het helder zo. Ja. Ja, mooie vraag inderdaad. Ja. Ja. Vast iemand die schrijft of dicht of met taal bezig is. Ik wil het nog laten weten. Ja. Dankjewel. De tweede vraag is voor Ashwa. Ja. En dat is: is framen een actieve daad van een bepaalde groep? Of ben je al medeplichtig aan dit framen als je stereotypen of je eigen vooroordelen niet bevraagt? Hoe werkt dit framen? Ook een mooie vraag. Ja, uitgebreide vraag. Ik denk dat wij allemaal wel bewust of onbewust framen. En dat is natuurlijk ook gewoon hoe de wereldorde in elkaar zit. He, jij had het net over de Tweede Kamer, hoe die eruit ziet. Maar alles wat in de Kamer wordt besproken aan wetten en regels is voornamelijk ook door mannen gemaakt. En dat is natuurlijk ook een heel groot frame waarin wij leven. Ja. En dan de vraag weer. Kom nog één keer helemaal? Nou, mag ja. Doe ik hem even helemaal. Is framen een actieve daad van een bepaalde groep? Of ben je al medeplichtig aan dit framen als je stereotypen of je eigen vooroordelen niet bevraagt? Ja, nou, iedereen framed. Het is een bewust en een onbewust proces. De ene keer is het expliciet, dan is het impliciet. En ik denk dat wij heel erg daarover moeten blijven praten en daar ook waakzaam op moeten zijn. En elkaar ook steeds moeten bevragen over het frame van waaruit je praat, zodat je van bewust wordt dat je framed. En soms is een frame ook goed en soms is een frame ook beperkend, maar ik denk dat het belangrijk is om het steeds weer op tafel te leggen vanuit welk frame mensen praten, handelen, denken en doen. Mm-hmm. Ja, wil je er nog iets aan toevoegen? Ja, ja, je kan deze ook weer omdraaien van oké, de vraagsteller zegt, ben je dan medeplichtig aan het probleem? Je kan ook zeggen, iedereen vreemd en is dus potentieel deel van de oplossing. En het is allebei waar. Ja, natuurlijk ben je in die zin medeplichtig als je jezelf niet de vraag stelt, doe ik wel eens wat fout? Ja, hallo. Ja, eigenlijk zeg je ook misschien kritisch denken. Dat is eigenlijk noodzakelijk. Ja, over jezelf. En dat is best lastig. Maar ja, ik bedoel, nou ja, ik ben echt veel kritisch op mezelf. En daardoor ben ik gegroeid als mens. En dat moet je denk ik blijven tot op zekere hoogte. Wel, het moet wel een beetje leuk blijven. Maar dus één ding tegelijk. Ja. Maar je moet daar wel, ja, je moet dat wel kunnen inzien, denk ik, van jezelf en van anderen. En iedereen daar en ruimte in geven. Maar ook wel, af en toe mag je best wel even zeggen van, hey, jij doet nu dit, dat is eigenlijk niet oké. Okay. Ja. Dus spreek jezelf erop aan en anderen. Ja. Ja. Dus dat frame kan ook constant bevraagd worden eigenlijk, hoor ik hierin. Ja, en het verandert ook steeds, ja. Nou, we hebben in ieder geval vanavond ook verschillende verhalen gehoord die het frame bevragen. Anders tegen verzet aankijken, anders tegen de grote mannenverhalen die altijd zijn verteld in de geschiedenis aankijken. Dus ik denk dat we daar ook aan hebben bijgedragen. En wie er ook aan heeft bijgedragen is Suzette. Want jij bent een prachtige tekening aan het maken waarin je dit allemaal borgt. Eigenlijk wat hier vanavond gezegd is. Dus generaties hierna die kunnen niet zeggen dat dit niet genoteerd is. Want dit is gewoon precies. Een beeld. Alles is geregistreerd. En een tekst. Wat heb je gemaakt? Kun je ons even meenemen in de tekening? Ik ben begonnen bij waar het over gaat, zeg maar. Titel The Round Table Talk. Dat heb ik al van tevoren opgezet, hoor. En daarna de profielen van jullie en waar jullie voor staan. Je hebt natuurlijk de moderator. Toen ging ik naar Ashwa Bijnaar. Waar zij voor staat en wat zij doet. Directeur van Stichting Educatiestudio. Slavernij en jij.nl. Die pijlen waar ze het net over had. En die baby. Kolonialisme, dat woord. even kijken, de erfenis inderdaad. Slavernij. Blik op verzet.
ja, een ketting, unchained, zeg maar. Ja, nog meer. Nou, de Fieke had het net over betaald. 80 cent voor de mannen en vrouwen 40 cent. Dus van die details die ik dan oppik. Even kijken. Ja, je hebt ook Janie Tatari een plek gegeven. En ja. Agnes Samuel ook, daar rechts. Ja. Ja. Sylvana Simons had het over. Oh, Sylvana, ja. Nou ja, vrouwen van kleur, stereotype beeld van vrouwen. Orrie wilde nog even vragen aan Ashwa. Je had over 4 P's. Programma, publiek, personeel en? Partners. Juist. Ja. Schrijf ik meteen even bij. De 4 P's, heel belangrijk. Ja. Voor iedereen actief in de museumwereld of in wat voor soort wereld dan ook. Ja. 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 Museum voor meerstemmigheid. Kijken. Nou ja, goed, wat ik net ook al vertelde van Rosina. Gewoon teksten uit haar spoken word. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, mooi. Dank je wel. Ja. Kunnen de mensen thuis het bekijken ergens? Kijk even naar de organisatie. Op de website zetten. Oké, dan kan iedereen even in detail nog inzoomen op wat er allemaal... Ja, het is bijna een soort atlas of zo van wat er vandaag is gezegd. En gebeurt hier aan tafel. Ja. Zeker. Dank je. Ook bedankt. Heel mooi. En terwijl ik je ook zo hoorde praten, dacht ik... misschien is deze hele avond wel een vorm van verzet ook al. Een beetje. Dus, mooi. Ja. Dank je wel in ieder geval ook, Suzette, voor jouw mooie bijdrage en de tekening. Dankjewel. Ik geloof dat we aan het einde van het programma zijn gekomen. Ik ga even snel op de klok kijken. Ja, oh, jammer. Ik vind het jammer. Ik vond het heel fijn dat jullie hier waren. Ik hoop dat jullie alles hebben kunnen zeggen wat je wilde zeggen. Zo niet, geef ik jullie allebei nu nog 10 seconden de tijd om iets toe te voegen. Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Kijk eens even wie er op de lijst staat en wie er onder vertegenwoordigd is. Ja, dankjewel. Jij nou, je had het over hoe kunnen we frames en stereotypen doorbreken. Ik denk dat de taak heel erg bij mannen ligt. Mannen hebben dit allemaal bedacht. Dus laten wij onze zonen opvoeden met vanuit een hele andere frame en visie op. Hele mooie oproep die iedereen die zichzelf als moeder ziet of als verzorgende... Volgens mij, of vader. Ja, of vader. Juist ook als vader. Iedere verzorger, of los van gender eigenlijk, hoe je je ook identificeert... Ja. Laten we elkaar opvoeden en dit soort stereotyperingen doorbreken. En aandacht besteden aan elkaars verhalen. Oké, dan ga ik iedereen bedanken. Jullie heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid hier. Devika Partiman en Asfa Bijnaar. Suzette, Hawaii en ja, Rosina Saliou is al weg helaas. Maar jij ook heel erg bedankt voor je prachtige bijdrage. De redactie en adviesraad voor deze avond bestond uit Arjuna Kandotti, Chantal Chin, Carleen Metz en Asfa Bijnaar. Met dank ook nogmaals aan het Kickstart Cultuurfonds die deze programmareeks financieel heeft mogelijk gemaakt. Wat ook leuk is, is dat dit hele gesprek maandag aanstaande terug te zien is op Salto TV. Dus we worden nog lokale beroemdheden zometeen. En de volgende editie van de Roundtable Talk die vindt plaats in december. En die gaat over de rol van herdenken als vorm van verzet in het kader van de decembermoorden. Dus weer een hele bijzondere en interessante avond. Nou, we hopen jullie dan te zien. Een hele fijne avond voor nu en tot een volgende keer.